Hallo met Christel, welkom op mijn kanaal. Ik ga voor jullie vandaag een verleden, heden, toekomst reading doen. Gewoon met drie kaarten en jullie kunnen kiezen. Ik heb zes groepen weer, net als vorige keer. De eerste groep is een jongetje met een haasje en bloemetjes. De tweede groep is de beer op de slee. De derde groep is de beer, ja, die in de bergen trekt met de rugzak. De vierde groep is het witte vogeltje. De vijfde groep is deze haas. En de zesde groep is deze kikker. Dus ja, ik zie jullie zo meteen bij het poppetje daar, met de rozen. Dat jongetje, of meisje, wat is het? Ik denk een jongetje, ik weet het niet. In ieder geval, tot zo meteen. Doeg! Hallo mensen van dit jongetje. Jullie hebben de Queen of Winter. Ja, je hebt, waarschijnlijk heb jij iets misschien uit je leven verwijderd. Of misschien, ja, dat heb je waarschijnlijk in het verleden dus gedaan. Recente verleden misschien. En bepaalde situaties weggesneden uit je leven. Die niet meer werkten. Die werkten niet meer voor jou. En ja, je hebt dus afstand genomen van mensen die meer drama brachten dan geluk. En heb jij radicale, ja, toch wel dingen doorgeslagen. En je bent nou zelf, ja, je was toen zelf in je kracht gaan staan. In je koningskracht of koninginnenkracht. En heb je dit gedaan. Je bent voor jezelf opgekomen. En je bent in je waarheid gaan staan dus. En om dingen weg te doen wat niet meer dient in het verleden. Dat nu, op dit moment... Ja, voel je eigenlijk wel een beetje, ja, alleen en ja, zoek eigenlijk iemand die jou kan koesteren, jou kan liefhebben. Ja, je bent een beetje verdrietig erom, omdat je dit moest doen. Een beetje gebroken hart. Je hebt heel veel doorstaan, maar je hoeft het niet alleen te doorstaan. Kijk, er is iemand anders die je kan helpen. En je moet misschien wat helen ervan, van dingen achter je laten, wat je in het verleden hebt gedaan. En werk door je emoties heen. Je gaat veel sterker worden dan eerst. Dus hier zit je waarschijnlijk nog in. Dus er zijn altijd je beschermengelen als je niemand hebt die jou troost en die helpen. Kijk, ze hebben, dat volgens je echt de oogjes dicht en de anderen die zorgt... die neemt dat kleine vogeltje onder zijn vleugels. Dus als het niet een fysiek iemand is, dan is het iemand ja, die in de hemel zit. Je beschermengelen, misschien mensen die dierbaar zijn, die zijn overgegaan, je dierbaren. Je bent niet alleen, je moet alleen nog helen van dit en je emoties, wat er gebeurd is. Je hebt even heling nodig en dat wordt... Dat wordt gedaan. Het universum zorgt daarvoor. En de toekomst. King of Autumn. Ja, je wordt meer gegrond. Je wordt meer blij. En het wordt allemaal een stuk beter alles. Projecten gaan beter. Nieuwe carrière kansen. Ik zie ook overvloed met al het fruit. Je gaat blij en vrij zijn. En... ja, ook mijn geldzaken gaan goed. Dus als je goed investeert in dingen, dus goed met je geld omgaat, gaan de geldzaken straks ook goed. Dus je gaat succesvol worden en nieuwe carrière kansen. En ja, je ziet ook dat het paard heel blij is. Je gaat nu echt oosten wat je gezaaid hebt, hè, met al het fruit. En die boom hangt ook nog vol. Dus er komen echt wel hele mooie kansen. Ja, het is ook een heel gegronde energie.
Je gaat je veel meer gronden en je gaat meer dingen van een ander perspectief bekijken. Je hebt meer compassie met de mensen om je heen en met jezelf. Dit ga je allemaal bereiken. Goed, dit was de eerste groep. Ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Oké, de volgende groep is het beertje op de slee. Ten of Springs, Sint-Bernhardhond, 10 van Staven. Ja, je hebt hard gewerkt in het verleden. En de stress er is heel veel stress geweest. Misschien door het harde werken, misschien door de omstandigheden. Je hebt waarschijnlijk de hulp ingeroepen van anderen, misschien van je engelen. En in ieder geval, je moet eigenlijk de tijd maken om te spelen en van het leven genieten. Misschien heb je dat vroeger ook niet gedaan, dus niet genoeg van je leven genoten en te hard gewerkt. En niet van, niet de tijd om te spelen en te genieten van het leven. Dat is in het verleden een zware last met je meegedragen dus. Dus de heden of winter. Je voelt je misschien nog een gevangen in de situatie, maar het is niet echt zo. Vertrouw op God, dat hij jou naar nieuwe hoogtes brengt en een grote, meer zelfvertrouwen. Ja, je kan zo dit koortje uitvliegen, hè? Je kan dit koortje uitvliegen, net als die andere vogels vrij zijn, niet meer gevangen in een situatie. De zware last mag je van je afgooien. Je bent niet echt gevangen, want het deurtje staat open. Je zit niet gevangen in een situatie. Dus heb het zelfvertrouwen dat jij hieruit gaat komen. De derde kaart, dat is dan de toekomst. Ace of Spring, dat is de witte tijger. Ja, er komen nieuwe, hele mooie nieuwe kansen aan. Dat wordt aan je gepresenteerd. En hele mooie verrassingen. Ja, er komt meer actie. En ook misschien ook meer passie. Dus de Ace Spring This Wands. Je gaat meer passie vinden in je liefde. In de liefde waarschijnlijk. Kijk, we zitten bij elkaar. Lekker knus. Maar ook in passie in dingen wat je doet. Dus je mag die sprong in naar het passionele maken. Dit gaat ook gebeuren. Je gaat veel meer de passie doen in het leven. De passionele dingen doen in je leven waar je echt dingen waar je van houdt. En nieuwe kansen die komen dus. Dit is misschien een verrassing voor je, maar dit staat te wachten. Een passionele liefde kan dus ook. Goed, het is de tweede groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Hallo, de groep van het biertje met de rugzak. Misschien heb je wel een rugzakje. Wie niet tegenwoordig, hè? Sea Lion, zeeleeuw. In het verleden heb je erg zorgen gemaakt, maar eigenlijk waren dat onnodige zorgen, staat hier. Ja, het zijn allemaal leerprocessen, hè? Dus ja. Je hebt misschien te veel gefocust op het negatieve. Je gaat nou meer in je kracht staan. In ieder geval, je hebt zorgen gemaakt over dingen. Je hebt het nou het verleden, die angsten die je had, heb je laten gaan. En hier zat je dus in. Maar je zat, everything will be okay. Dus alles komt goed. Dus waarschijnlijk is het nou al goed gekomen. En dit is de King of Winter. Ja. Het is de bedoeling dat je nou meer je gevoelens gaat communiceren. Wees objectief. Misschien toon je de emoties niet zo erg.
En wil jij professioneel onmogelijk zijn? Maar misschien moet je advies zoeken. Zoek advies bij iemand die jou daarbij kan helpen om jouw emoties uit te spreken. Je komt misschien een beetje zonder emoties over, maar dat is waarschijnlijk een masker misschien dat je draagt. In ieder geval, je moet meer gaan communiceren. Dat is het hoofdpunt. Je moet meer gaan communiceren. En de toekomst. Ego. Ja, je voelt misschien in de toekomst ook nog wel eens wel eens gevangen in een situatie. Maar dat is niet waar. Je kan hier uitkomen. Misschien ben je erg gefocust op materieel welvaart. Maar je moet echt in de toekomst ook losbreken van negatieve gedachten. Ja, dat je gevangen zit in een situatie, dat moet je, dat is ego, daar moet je dus vanaf. Je kan je altijd bevrijden uit situaties wat je niet dient in de toekomst ook. Dus ja, communicatie is nu heel belangrijk. Dus zoek daarbij advies. Want misschien kom je echt onemotioneel over, maar ik heb het gevoel dat het een masker is. Dus gooi dat af en communiceer duidelijk met de mensen om je heen. Goed, dit was de groep van de rugzak. In ieder geval bedankt en tot de volgende keer. Doeg! Oké, de groep van het witte vogeltje. Welkom! Jullie hebben de Three of Spring. In het verleden was je misschien een beetje ongeduldig? Wist je misschien niet wat voor periode er aankwam? Wou je lange termijn plannen maken? Maar ja, je kan alles bereiken wat je wil. Maar je moest wel geduldig zijn om het te bereiken. De tweede, het heden. 9 van Summer. Ja, jouw dromen kunnen nu uitkomen. Maak je geen zorgen hoe dit zal en gaat gebeuren. Wees dankbaar tegenover God. Wat je nu hebt en wat er nog aankomt. Dit is eigenlijk de 9 van Bekers. Dus je bent druk bezig met zelfontplooiing. Maar je maakt je waarschijnlijk nog zorgen wat er gaat gebeuren. En nou in de toekomst, Prince of Spring. Ja, je gaat meer zelfvertrouwen krijgen. En ik zie ook wel vreugde met die dolfijn, hè, die uit het water springt. Er komen grote nieuwe kansen. Je beweegt je heel snel. En er is niets wat jij niet meer aan kan. Volg je innerlijke begeleiding. Ja, het is echt wel een blije kaart. Gepassioneerd ga je zijn in de toekomst. Vol zelfvertrouwen. Het rusteloze, misschien ben je nog een beetje rusteloos, maar weet dat dit staat te wachten. Volg je innerlijke begeleiding, volg je gidsen, die helpen je mee, de engelen. Je kan alles aan. In de toekomst kan je alles aan. Goed, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Oké, de volgende groep. Nummer 5, met deze. Ja, Princess of Winter, loyaal, betrouwbaar, nieuwsgierig. Ja, er zijn misschien kansen geweest
Misschien moest jij jezelf ontwikkelen. Maar je hebt misschien kansen gehad. En bijvoorbeeld ook trouw te zijn aan jezelf. Misschien om oplossingen te vinden. Misschien moest je informatie zoeken en daar moest je dapper voor zijn. Nou, waarschijnlijk heb je die informatie wel gevonden. Of hier vlieg je weg, dus misschien moest je ergens van wegvliegen. Misschien had je een paar uitdagingen. Goed, de volgende kaart. Heden, de ster. Ja, je gaat nu een stappen vooruit zetten in je leven. Je angsten worden nu vervangen door optimisme. Dus angsten worden nu, ja, je gaat meer hoopvol naar het leven kijken. En je gaat meer vreugde zien. Dus je ster is natuurlijk een hele positieve kaart. Dus je gaat meer transformeren, je gaat meer vreugde zien. De zon gaat schijnen voor jou. Je durft misschien al bepaalde stappen te zetten in je leven. Je gaat uit ja, de angsten. En je gaat dus echt trouw zijn aan jezelf. Je ziet alles meer positiever in. En die angsten gaat dus, wordt nu hoop. Dus er komt meer geluk aan. Geluk naar je toe. En de toekomst. Voor winter. Ja, je bent misschien moe van alles. In de toekomst zou je toch ook wel wat moeten rusten. Misschien moet je een beslissing nemen. Maar in ieder geval. Ja, doe meer mediteren. Bid tot God. Die zal je de antwoorden brengen die je zoekt. Dus ja, rust uit in de toekomst ook wanneer het nodig is. Misschien bij andere beslissingen die je moet nemen. In ieder geval, ga niet alles te veel overdenken. En zoek contact met het universum. En mediteer en neem voldoende rust in de toekomst. Goed, dat was deze groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Oké, verleden met de kikkeren, verleden kaart. Ja, vroeger had je het goed voor elkaar financieel. En ook met in familieverband. Al je behoeften was tegemoet gekomen. En ja, je had het goed voor elkaar, gelukkig. Gelukkig gezinsleven. Op het ogenblik. Ja, ben je wakker aan het worden? Je kijkt er nu wat anders tegenaan. En alles ja, klopt eigenlijk. Alles klopt, jij ziet het nu. En jij voelt je misschien even geblokkeerd. Maar alles gaat weer lopen. Dit komt weer in beweging. Je ziet dingen wel duidelijker nu dan eerst. En de toekomst. Ja, balans. Je kan nu mooie ideeën krijgen. Compromissen sluiten met andere mensen. Samenwerken met mensen voor een betere situatie. Dus de meer de balans vinden in de dingen wat je doet. Misschien was je een beetje meer gefocust op het werk. Want Ten of Autumn is ook team van munten. Dat is ook wel dat je erg gefocust bent misschien op het geld. Maar er komen nieuwe ideeën aan. Dus je gaat dingen uitbalanceren in de toekomst. Zwart-wit, hè? Dat is yin en yang. Dat komt weer in balans. Goed, dat was deze groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!